De verdediging van FC Groningen was met het vertrek van aanvoerder Kees Kwakman en Virgil van Dijk nodig aan versterking toe. En vandaag kwamen die versterkingen dan. Om 3 uur vanmiddag presenteerde Groningen Erik Botteguin van NAC Breda en Giuliano Wijnaldum van AZ Alkmaar. Ja, Elwin, welke van de twee is de meest opvallende? Ja, ik denk toch wel voor de meeste mensen Erik Botteguin. Helemaal opvallend ook weer niet, want ja, het ging natuurlijk al een beetje door het geruchtencircuit heen. 25-jarige verdediger, centrale verdediger, Braziliaan van oorsprong. Heeft ook een Italiaans paspoort. Dat helpt ook alweer mee qua de financiën natuurlijk. Goede verdediger. Een jongen die heeft al 5 jaar bij Zwolle gespeeld. Eerst FC Zwolle, daarna PEC Zwolle. De laatste 2 jaar bij NAC in Breda. Altijd gespeeld. Kleine 200 wedstrijden betaalde voetbal in Nederland. Kopsterk, dus hij kan goed koppen. Hij kan goede man uitschakelen. Nou, enig minpuntje is nog, hij moet zich nog ontwikkelen als leider. Maar aan de andere kant, opbouwend is hij ook alweer sterker. Dus het is wel een jongen met heel veel potentie. En zeker een goede vervanger voor Virgil van Dijk. Nou, na afloop van de persconferentie heb ik hem natuurlijk wel even gevraagd waarom hij voor Groningen gekozen heeft. I think Groningen is one step forward now. Groningen is has a potential to be in the front of the table. That's why I chose for Groningen. They have financial things are better, so that's why I chose it. I'm gonna try to get my place in the team and then be an important player for the team. And with that, playing well this season, give everything for me to the team and try to help the team get the playoffs. Ja, en dan hebben we nog Giuliano Wijnaldum. Nou, hij heeft in ieder geval een goede naam, hè? Ja, absoluut. Ja, broertje. En de meeste mensen zullen zijn broer wel kennen. Dat is Giorginio Wijnaldum, oudspeler van Feyenoord, toen naar PSV gegaan. Voetbalt hij nog steeds. En natuurlijk het Nederlands elftal onlangs er nog voor uitgekomen. Dit is het jongere broertje. Hij is pas 20 jaar, linksback. Kan ook centraal spelen achterin. Maar zijn voorkeur geniet toch wel aan de linkerkant. Houdt ook van opkomen. Het is een speler die heel aanvallend denkt. Nou, hij heeft in de jeugdopleiding ook als linksbuiten gespeeld. Nou, hij is op 15-jarige leeftijd, meen ik, overgekomen van Sparta. Want daar is hij begonnen, natuurlijk een Rotterdammer qua geboorte, naar AZ. Waar hij de laatste seizoenen gespeeld heeft. En hij is snel, hè? Ja, hij is snel. Ja, het is wel een jongen die wel... je kunt wel een beetje vergelijken met Burnett. Maar ik denk dat hij wel een betere voorzet heeft. Hij heeft ook al een jong Oranje gespeeld. Het is zeker wel een aanwinst voor Groningen. Hij wil ook graag minuten maken. En natuurlijk met het weggaan of met het komen van deze jongen is natuurlijk ook wel duidelijk dat Johansson mag vertrekken, de Zweed. Nou, natuurlijk hebben we hem ook, in dit geval dus Wijnaldum, ook even een reactie gevraagd na afloop van de persconferentie. Nou, ik heb een heel goed gesprek gehad met de trainer en we waren echt concreet, Groningen. Andere clubs volgden mij wel, maar waren niet zo concreet als Groningen. En wat ik zeg, ik had een goed gesprek met de trainer en directeur ook. Dus de keuze was heel makkelijk. Je hebt tweede seizoenshelft bij AZ, de club waar je vandaan komt, heel veel gespeeld. Aflopend contract, waarom heb je daar niet verlengd? Nou, op dat moment dat ze naar mij toe kwamen, toen speelde ik niet zoveel. En op mijn leeftijd is het belangrijk om wedstrijden te spelen. En op dat moment was dat niet zo. En nadat ik heb aangegeven dat ik niet wou verlengen, toen speelde ik opeens wel. Gaat FC Groningen het redden met deze twee nieuwelingen? Nou, ze willen nog heel graag een creatieve middenvelder. Dat staat al heel erg lang op het verlanglijstje. Namen als Sherry Vejenovic van Heracles, Sherry van ADO Den Haag staan er wel op het verlanglijstje. Het is nog even onduidelijk of deze jongens haalbaar zijn. Want ze staan ook in de belangstelling van buitenlandse clubs. Hmm. En dan wordt dat vaak lastig. Ja, creatieve middenvelder, die willen ze wel heel graag halen. Hmm. Maar de verdediging is nu klaar. Dus ook door de naam van Alexander Pantic kan het nu definitief een streep. Want technische manager van FC Groningen, Henk Veldmaat, heeft ook vanmiddag gezegd van... Dit is het qua verdedigers. Ook gaat er 1 of 2 spelers weg, dan blijft het zo. Tenzij er natuurlijk weer een belangrijke speler vertrekt. Dan moeten we anders gaan kijken. Ja. Dus, even nog heel kort. Is er geld voor? Ja, dat is nog maar de vraag. Natuurlijk hebben ze wel geld binnengekregen. Ook met de transfers van Bakuna en Van Dijk. Bijna 4 miljoen. Ja. En die transfer van Botteguin heeft maar 6,5 ton gekost. Je houdt wat over. Ja, en de andere jongens van de Velde en Wijnaldum zijn transfervrij. Dus ik verwacht dat er nog wel een klein potje is. En anders wordt er wel een potje gemaakt. Nou, we gaan het zien. Dankjewel, Elwin Baas.